Goedenavond, hartelijk welkom bij de derde uitzending van Politiek Café hier vanuit de Vorstin. Het is inmiddels alweer de vierde jaargang, aflevering 27. Ik ben Sylvia, het wordt weer een interessante uitzending met discussies, live muziek natuurlijk en een actuele sketch. De verkiezingen komen steeds dichterbij en daarmee ook de vraag, wat zijn nu belangrijke verkiezingsissues? Aan tafel bij Boy en Willem zit Barend Smit van D66 en Hubert van Maastricht van GroenLinks. Ik moet nog even iets zeggen over deze uitzending. In de vorige uitzending hadden wij het over Hart voor Hilversum en de crisis die daar was. We waren heel benieuwd hoe dat afgelopen was. Er is heel veel nieuws over geweest. We hadden ze ook graag in de uitzending gehad, maar helaas was vanavond niemand bereid om te komen. Maar gelukkig hebben we hier wel meneer Smit en meneer van Maastricht. Hartelijk welkom allebei. Even nog een vraagje, meneer Smit. Gaat u nog door naar de verkiezingen? Nou, ik kom wel op de lijsten staan, ja? Maar wel een paar tandjes lager. We hebben zoveel nieuwe leden gekregen en zoveel mensen die graag op de lijst willen. Ja. En ook nog hele goeie. Kijk. Dus na 18 jaar mag ik wel eentje zakken, hè? Eentje zakken. En ja. Welke plek komt u dan? Nou, dat weet ik nog niet precies, maar ik zit niet bij de eerste 10. Oh, oké. Okay. Maar goed, er komen toch steeds een stuk of 15 in bij ons. Denk ja, dan zit u er toch nog in. Ja, in de gemeente. Nou, okay. Meneer van Maastricht, u bent derde op de lijst? Met stip. Met stip, u met bent stip. Gestegen. Ja, zeker. Nou, gefeliciteerd. Dank je. Dan ga ik nu even... Ja, we hebben afgesproken dat we op een bepaalde manier gingen aanpakken, Willem. Dus jij mag beginnen nu. We gaan een beetje tempo draaien vanavond. We gaan werken met stellingen. En om een beetje te oefenen, begin ik met wat losse zinnen die u afmaakt. Jullie wonen allebei in Hilversum trouwens? Of ja hoor. Zeker. Ja, oké. Okay. Ik blijf in Hilversum omdat... Barend. Het een fantastische stad is om te wonen, midden in het groen. Omdat ik me er thuis voel. Wie kiest voor onze partij? D66 kiest voor... D66 kiest voor groen, kiest voor cultuur, kiest voor monumentenzorg en kiest voor ontzettend goed onderwijs. Oké, okay. GroenLinks, Hubert. Wie voor GroenLinks kiest, kiest voor cultuur, natuur en een bruisend Hilversum. Kijk, nou gaan we er, nou gaan we warm draaien. Tempo kan iets hoger. Wie kiest voor onze partij? Nee, het eerste. Het eerste dat ik wil veranderen in de komende 4 jaar, ja, het is voor mij ook verrassend, is... Het cultuurbeleid. Het cultuurbeleid. Nou, een beetje minder bouwen. Oké. Okay. Nou, mooi. We zijn warm gedraaid. We hebben een aantal stellingen. Hier en daar gewoon geleend uit verkiezingsprogramma's, vorige verkiezingsprogramma's. Maakt allemaal niet uit. Maar als onderwerp hadden wij even opgeschreven. 4 wethouders is meer dan genoeg. De 5e kan weg. Meneer Smit. Nou ja, 4 wethouders is meer dan genoeg. Maar bij die 5e wordt wel eens bedacht dat het een echte 5e is. Maar je kunt een constellatie krijgen waarbij de 5 partijen nodig zijn. Dan krijg je 5 parttimers. 5 parttimers. Dus op het aantal zit het niet, maar 4 eenheden is 4 FTE. Zat. Meer dan 4 FTE wordt het niet. Nee, dat wat mij betreft niet. Staat dat ook in uw programma straks? Nee, dat staat er niet in. Staat er niet in? Dat kun je van tevoren nauwelijks zeggen, want je moet met anderen meedoen. Ik heb het in andere programma's wel zien staan namelijk. Ja, nou ja, die zijn niet goed bij hun hoofd. Die zijn niet goed bij hun hoofd? Nee. Nou, ik ben benieuwd. Ik geloof dat we iemand van die partijen vanavond aanwezig hebben. Die komt nou ja, het blijft allemaal compromissen, dat moet je goed bedenken. Ja. Je moet altijd met een ander meedoen. Maar goed, u zegt wel 1 FTE minder, dat bezuinigt. Dat is oké. Ja. Meneer van Maastricht. Nou, ik weet niet of we dat gaan halen. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, het werk moet wel verdeeld worden. Ja. Dat is 1. En we hebben ook nog een coalitie te formeren. Ja. En we hebben geen idee wat de uitslag is. Dus als wij nu al een stelling innemen, dan moeten we daarop terugkomen als dat niet kan. Ik bedoel daarmee te zeggen, ik heb in het collegeprogramma gelezen van deze coalitie die er nu zit, de afgelopen tijd... Die hadden in de begroting voor de komende jaren gewoon de 5e wethouder al geschrapt. Over dus het graf is niet nieuw, heen, ja. Maar dat mag je gewoon doen. Je hebt een coalitie en die heeft een programma en die maakt een programma. En zeggen wij als coalitie staan daarvoor. Ja, maar er zijn dus eigenlijk al 3 partijen in de gemeenteraad die zeggen... Dus als je dezelfde coalitie krijgt, dan krijg je dus 4. Dat is duidelijk. Maar wat vindt u? Nee, ik vind dat niet op voorhand. U vindt dat niet op voorhand? Nee. Mogen het er zelfs nog meer worden dan? Nee, dat niet. Dat ook niet. Maar u vindt niet dat er bezuinigd moet worden op wethouder? Als dat kan, dan moeten we dat doen. Oké, okay. Prima. Volgende. We gaan naadloos door naar de volgende stelling. Parkeren na 6 uur kan best gratis, meneer Smit. Nou, dat lijkt me niet, nee. Ik vind zoals nu is wel prima, tot 1 uur of 9. Tot 1 uur of 9. Het is steeds meer een verliespost, hè, bij de gemeente. Parkeren. Nou, trek bij hoor. Het was een verliespost. Steeds minder gratis verlies. Dan leeg. Steeds minder verlies. Ja. Wat wil
D66 nu eigenlijk mensen op de fiets of mensen in de parkeergarage? Mensen op de fiets. Gewoon in het centrum, in Hilversum, fietsend. Ja. Maar je moet de parkeergarage ook open hebben. Het moet overal vandaan komen en moeten winkelen. En wil ook wel graag wat bestand van buiten hebben natuurlijk. Nou, die bezetting van die parkeergarage... We komen even terug aan de stelling. Parkeren na 6 uur. Gratis. Nou, ik denk niet dat dat de leefbaarheid bevordert. Nee? Nee. Geen economisch centrum. Beetje... Stimuleert de horeca, toch? Beetje stimuleren. Ja, de horeca. En dan met bier op in de auto. Ja, zo kun je er ook tegenaan kijken, ja. Ja, nou, zo kijk ik er zeker tegenaan. Ja. Dus u zegt, dan kunnen we maar beter tot 12 uur betaald parkeer hebben, want dan wordt er ook niet meer gedronken. Ja, dat hoort u mij niet zeggen. Nee, maar als je uitgaat hier in Hilversum naar de bioscoop of iets dergelijks, dan moet je dus ook bijna altijd nog parkeergeld betalen. Ja. Dat is een beetje jammer, toch? En ik heb ooit gehoord dat de plannen waren... Dan moet je met iets anders komen dan met de auto, als je dat een probleem vindt. Ja, maar de gemeente heeft het geld gewoon nodig van dat parkeren, blijkbaar. Volgens mij staan we onder aan de streep rood, hè, op parkeren. Ja, is dat zo? Ja, want als we namelijk de parkeergarages meetellen, wil je altijd buiten beschouwing gelaten worden, dan staan we aardig in het rood op parkeren. Oké. Okay. Nou. Volgt u de gemeente, er zijn een aantal gemeenten in het noorden van het land die het hele betaald parkeren hebben afgeschaft en het succes daarvan. Volgt u dat? Nee. Waarom niet? Waarom wel? Nou, misschien kun je er wat van opzeker. Nee. Ik heb dat niet bestudeerd, dus ik kan er eigenlijk ook niet op reageren. Okay. Dus ik kan ook niet zeggen of het een goed of een slecht idee is. Oké. We gaan door met de volgende stelling. Mooi. Leegstaande panden moeten worden gevorderd voor woningzoekers. Dat zit er dik in. Dat zit er dik in. Uitgebreid voor. Er zijn zoveel leegstaande panden, leegstaande kantoren, leegstaande bedrijfspanden. Leegstaande villa's ook. Leegstaande villa's, ja. Goed aan de herbestemming doen. Dus wij moeten goed meewerken als gemeente om een andere bestemming in te krijgen. En er lenen zich ontzettend veel panden voor woningen. En voor seniorenwoningen bijvoorbeeld. Komt de doorstroming, hoef je ook niet meer nieuw te bouwen. Dus u bent er voorstander van? Ja, ik ben zeker voorstander van. We hebben al een keer eerder geroepen. We vinden ook dat eigenlijk als het leeg blijft, dat de eigenaar moet betalen. Een soort leegstandsbelasting en fonds. En dan kan dat fonds weer gebruikt worden om mensen te animeren om dat om te zetten in bestemming waar geleefd wordt en gewoond wordt en gewerkt wordt. Gaan we dat terugzien in het verkiezingsprogramma, deze stelling? Nou, in ons verkiezingsprogramma staat het, ja. Dus inderdaad dat die woning... Heb je toch iets gehoord over ons verkiezingsprogramma al? Het duurt allemaal al lang, hè, voor die dingen uitkomen. Ja. GroenLinks, het programma is er ook nog niet, maar dit is een punt wat u moet aanspreken, volgens mij. Zeker. Wij strijden al jaren tegen leegstand. En de punten die Barend noemt, die onderschrijven wij van harte. Ik zie een mogelijke coalitie ontstaan bijna, toch? Ik sluit helemaal niks uit. U sluit niks uit. Nee, dat doen ze allemaal niet. Niet zoveel mis met GroenLinks, hoor. Nee, niet zoveel mis met GroenLinks. Oh, en met D66 ook niet zoveel mis? Nou, enige unanimiteit. Ze moeten een beetje groter worden, jongens. Ze moeten een beetje groter worden en dan gaat u met ze regeren. Dat is een ander verhaal. Oké. Waar hangt dat dan vanaf? Van het programma en wat ze van het programma willen verwezenlijken. Ja. En hoe groot ze worden natuurlijk. Oké. Hoe groot gaan we worden dit keer? Minstens zo groot als nu. 3. Minstens zo groot als nu. Ja. Ja, dat is lastig, hè? Ja. Oké. We gaan door naar Mediastad Hilversum. Kennen we die? De stelling, Mediastad Hilversum is meer kreet dan inhoud, meneer Smit. Nou, kijk eens, er zijn ontzettend veel omroeporganisaties hier gevestigd. We hebben nog een fantastisch mediapark. Ja. Ik denk wel dat de kreet iets gewelddadiger is dan de inhoud. Dat is een ander verhaal. Maar je moet wel een kreet hebben om die stad voor te trekken en de dynamiek erin te houden. Als je die kreet niet plaatst, dan zakt het vanzelf achteruit. En die media hebben hard nodig. Maar hoe werkt dat dan? Als je die kreet maar blijft roepen? Dat is het ouderwetse verhaal van je moet een slogan hebben natuurlijk. Hè? Als wij niet meer roepen, heel veel mediastad, dan kunnen ze net zo goed naar Amsterdam gaan. Maar als het toch geen inhoud heeft? Het heeft wel inhoud. Wat heeft het dan? Ik zeg, het is en-en. Je kunt niet zeggen dat het een loze kreet is. We hebben toch een mediapark. Nou, de meeste omroeporganisaties zitten hier. Hilversum all over the world. Wordt over vanuit gezonden. Ja? Dus nee. In het verleden hadden ze... Ze denken zelfs wel eens dat u een omroeporganisatie in Hilversum bent die all over the world uitzet. In het verleden hadden omroepmedewerkers nog een vaste baan. De radiostudio's waren verdeeld over de hele stad. Maar daar kan Hilversum niet veel aan doen natuurlijk. Hè? Dat is rijksbeleid. Omroeporganisaties willen graag weg uit Hilversum? Nee. Meneer Maastricht? Dat is nou het verhaal wat elkaar aanpraten. Ja? Daarvoor moeten we heel veel zijn mediastad blijven roepen. Ja, maar het is... Met rijstukken praatjes, zoals u nu even... Het is een stelling, bent u daar...
Dat... Ja, ja, leuk. Ik bedoel, ik roep wat en u reageert. Dus en ik reageer. Ja, ja. Ga ik ook bij meneer Maastricht proberen. Mediastad is meer kreet dan inhoud. Nee, daar ben ik niet met u eens. Nee? Nee. Oh. Nee, ik vind het een heel goed initiatief. Ik vind dat de burgemeester daar stinkende best voor doet. Wat je wel kan zeggen is dat het meer inhoud zou kunnen krijgen. En dat we als het over Mediastad hebben, niet alleen maar over het Mediapark hebben, maar dat we het dan over Hilversum hebben. Dat we dan hier binnen Hilversum daar ook meer smoel aan geven. Wat maar daar zijn wel plannen voor. Ja, jongens? Nou, er zijn discussies om... kijk, er wordt op het ogenblik gewerkt aan een centrumvisie. Hè? Daar hebben wij om gevraagd, hebben we op gehamerd dat die er moet komen. Wat gaan we nou met dat centrum doen? Hoe gaan we daar invulling geven aan Mediastad? Die vraag die had ik... Ja. Gaat u door. Dus dat is belangrijk. Dat is belangrijk om te doen. Nou, je kunt aan verschillende dingen denken. Wat ik heel erg raar vind in Hilversum bijvoorbeeld... is dat elke stad bijvoorbeeld creatieve broedplaatsen kent. En in Hilversum... Nou, als u kunt vertellen, ik denk dat er misschien één ergens. Mm-hmm. Dat is toch heel raar in een plaats die eigenlijk leeft van de creatieve industrie. Ja. Dat is toch heel raar. Dus op een of andere manier wordt dat niet gefaciliteerd of wordt dat niet. Hè? Je kunt allerlei initiatieven ontplooien. En ik denk dat we die vooral moeten gaan faciliteren, die initiatieven, en aan moeten moedigen. En daarnaast zijn er plannen over beeldschermen en dat soort dingen. Nou, dat zie ik graag, die discussie zie ik graag tegemoet. Mm-hmm. Uitgangspunt is dat ik voorstander ben van het begrip Mediastad. En dat ik ook vind dat er meer invulling aan gegeven moet worden. Ik heb nog niet helemaal een concreet plaatje, zou ik maar zeggen. Nee, maar dat gaan we met z'n allen doen, hè? Met z'n allen. Nou, ja. GroenLinks gaat niet bepalen hoe Hilversum eruit ziet. Nee, maar ik probeer het even pragmatisch vorm te geven. Ja, maar ik gaf een paar voorbeelden. Ja. Dat is het. Voorlopig wel. Oké. Okay. Ja. Dank u wel. Oké. Okay. Mediastad, toerisme. Hilversum is de stelling. Hilversum moet nog meer investeren om toeristen te trekken. Zeker, ja. Ja. Dat doen we erg slecht, ja. Ik bedoel, aanhakend aan het vorige onderwerp, Hilversum Mediastad. Je moet er ook weer mee oppassen dat je niet uitsluit dat Hilversum Mediastad blijft roepen. Want daar bengelt nog heel wat aan vast natuurlijk. Ja, je moet maar één slogan hebben. Je kunt ook niet roepen Hilversum Mediastad in het groen, vol jonge monumenten met goed onderwijs of zo. Dus die kreten die deugen allemaal niet. Maar we moeten wel veel meer aandacht besteden aan het feit dat we in een mooie groene omgeving zitten. Met fantastische fietsroutes. Dat we qua aardkundig monument in een soort geologisch park zitten. Een heel stuwwallenlandschap. Dat we dus... sowieso een goede plek zijn voor onderwijshuisvesting. Moet hier nodig een school voorbij komen voor hoger beroepsonderwijs. Ja. Maar qua toerisme, als je hier aankomt, dan denk je, ja, nou, het zal wel. Maar ook nergens folders, nergens dus is ook de laatste jaren te weinig geïnvesteerd. Ja, de meest onnozele stad die een ruïne heeft. Van verre heb je al door, oh, hier is een ruïne, maar meer hebben ze niet. Maar hoe komt het dat Hilversum dan zo weinig erin geïnvesteerd heeft? Ja, dat doen we slecht. Dat doen we slecht. Ja, doen we slecht. U zat toch ook in het college? Ja, ja, ja. Ja? Dat hebben we slecht gedaan. Dat is slecht gedaan? Ja. Dus je komt mea culpa in het verkiezingsprogramma te staan. Ja, zeker. We gaan het nu nog beter doen. Ja, nou, we gaan het beter doen, niet nog beter. Nog beter. En we gaan veel meer investeren volgens u. Ik denk dat het niet eens zo hard nodig is. Nee? Ik bedoel, als jij in beeld en geluid komt bijvoorbeeld, dan moet daar toch gewoon een folder liggen van wat er in Hilversum te doen is. Ja. Ligt er niet. Zulke kleine dingen. Nee. Of een pijl of een pad. Ik zou trouwens gewoon een bus bij het Mediapark neerzetten van ja, op dat centrum. Ja, die bus die komt er binnenkort, maar dat is alleen maar de top 2000, hè? Ja, ja, ja. Ja. Alleen tijdens die tijd. Ja. Als je in Groningen komt, staat er meteen een bus. Hup, kun je meteen in het centrum, heen en weer rijden, 1 euro, klaar. Prima. Doen we allemaal niet. Meneer van Maastricht, GroenLinks investeert ook meer om toeristen te trekken straks? Als u het voor het zeggen heeft. Nou, kijk, of je in toerisme zelf moet investeren, dat is toch even de vraag. Je moet er eerst voor zorgen dat het aantrekkelijk is voor de toeristen. Hoe doen we dat dan? Ervoor zorgen dat ook zichtbaar is. Ja. Nou, kijk, het kan met de top 2000 café kan het wel. Waarom kunnen we dat soort dingen niet bedenken ten opzichte van andere evenementen en bezienswaardigheden? Maar is er wel voldoende te zien? Ik bedoel, ik vind het leuk hoor, die bus van het Mediapark naar het centrum. Maar waar kom je dan uit? Wat is er dan zo bezienswaardig aan het centrum in?
Nou, daar moet dan dus eerst wat aan gebeuren. Ah. Dat is precies wat ik, ik bedoelde. Dat is niet investeren in het toerisme, dat is investeren in Hilversum. Ja, oké. Okay. Maar dat, ja. Is, dat, nou, dat is wel een verschil, zo. Want bussen, foldertjes, et cetera. Okay. Daar waar heeft Hilversum er op zich direct geen baat bij. En ik denk dat als we investeren in een levendiger Hilversum, waar ook wat te doen is, dat mes dan aan twee zijden snijdt. Oké. Okay. Nou, we hebben nog ruimte voor één stelling, Wim. Niet onbelangrijk. Laat hem even in. In de komende jaren vinden er grote veranderingen plaats in de zorg. De Rijksoverheid trekt zich terug en dragen taken over aan de gemeente. En de stelling is, de decentralisatie van de zorg mag niet leiden tot bezuinigingen in die zorg. Meneer van Maastricht. Ja, dat onderschrijf ik. Vooral als je daarmee bedoelt dat de kwaliteit en het niveau van de zorg niet mag dalen. En wat ik daarmee bedoel is dat het niet alleen een kwestie... als je het alleen maar benadert vanuit de geldkant en niet vanuit de zorgkant... dan krijgen we alleen maar een discussie van tegen niet. Waar het om gaat is dat mensen recht hebben op zorg en dat het niveau daarvan voldoende moet zijn. Op de website van GroenLinks, Hilversum, staat... dit gaat gepaard met een forse bezuinigingsopgave. Ja, nou en of, want er komt in principe te weinig geld. Dus waar het om gaat, is zien we nog een mogelijkheid om op een slimmere manier met onze centen om te gaan in de noodzakelijke zorg. En anders dan zullen we dat geld ergens anders vandaan moeten halen. Mm-hmm. Al een idee? Nee, nog niet. Nee. Want we weten eigenlijk nog helemaal niet hoeveel we tekortkomen. Dat is eigenlijk het probleem. En, mm-hmm. Dat is een probleem om vooruit te kijken. Het is ook een probleem waar we ons met z'n allen misschien wel eens achter verschuilen. We weten het niet. Mm-hmm. Maar duidelijk is dat er een opgave is. We moeten even wachten tot we het weten. Nou, wachten moeten we helemaal niet. Nee, we moeten helemaal niet wachten. Moeten we wat doen? Het wordt ook wel aan gewerkt. Hè? Okay. Er wordt gewerkt aan een transitie om in ieder geval voor te zorgen dat de mensen die nu zorg genieten, dat die kunnen blijven genieten op hetzelfde niveau als dat het noodzakelijk is. Aha. Ja. Zit meneer Smit van D66 op hetzelfde... Ja, hetzelfde lijn. Hetzelfde spoor. Ik bedoel, die bezuiniging die wordt opgedragen door het Rijk. Die denken dat het allemaal efficiënter kan. Dat zou kunnen door er een aantal lagen weggaan. Mm-hmm. De gemeente zelf gaan doen. Maar het is nog maar de vraag. Ik denk dat we zeer attent erop moeten zijn. Dat gewoon de hand aan bed, om het zo maar even te zeggen. Dat het gewoon perfect in orde blijft. Ik denk dat het een hele lastige wordt. Dat moeten we heel goed in de gaten houden. Ook al omdat we er eigenlijk bitter weinig over te zeggen hebben. Eén kant omdat die opgedrongen wordt. En de andere kant is dat we heel veel van die zaken regionaal moeten regelen. En daar hebben wij als gemeenteraad een te beperkte invloed op. Maar ik heb ook het gevoel, nul ervaring. En nul ervaring, ja, inderdaad. Ja, nou hoeven wij als gemeenteraadsleden het zelf allemaal niet te doen. Ja. Ik bedoel, we hoeven niet aan de verpleging te gaan. Maar we moeten natuurlijk wel goed zicht hebben op de organisatie te doen. Nou, denk ik haast dat de Rijksoverheid het ook niet had, hoor. Oh ja. Kijk, de uitvoering die blijft natuurlijk wel bij dezelfde organisaties. Hè? Het is niet zo dat we nu plotseling andere zorgverleners... Nee, dat begrijp ik wel, maar je hebt nu een andere... De gemeente komt nu als een soort interim manager of een nieuwe manager, komt daartussen. Nou, maar die zit er wel dichterbij natuurlijk. Hè? Die zit dichterbij die thuiszorgorganisaties die hier bezig zijn. Dat is ook het enige. Nou, dat is misschien een van de kansen, hè? Ja. Dat we er dichterbij staan. En dat we daar ook beter zelf beleid in kunnen voeren. Oké. Het wordt nog spannende. Ja, heel spannend en een heel belangwekkend terrein. Wat we heel goed in de gaten moeten houden. En dat wordt knap lastig. Ja. Oké. Okay. Ik wil van u als laatste nog even horen. Met welke leus gaat uw partij de verkiezingen? Oh, dat weet ik niet. Want vorige keer was de D66 anders? Of niet? Ja, anders geloof ik. Ja, wordt anders. Het nu anders of niet? Nee, het wordt niet anders. Ja, dat weet ik niet. Nee, D66 ik weet het zelf. Echt niet. U weet het echt niet. En dat ik zou weten, dat mag ik niet verklappen, denk ik. Mag maar ik weet het ook niet. Nee. Oh. Ik geloof dat we er nog niet een hebben. U heeft er nog niet een. Nee, maar het komt goed. Ja, en GroenLinks, wat wordt de leuze? Beetje flauw, maar dat mag ik nog niet verklappen. Nou zeg. Ja. Wanneer is de deadline dat je dit soort dingen mag verklappen? Ja. Nou. Januari is wel rond, hoor. Voor 1 januari krijgt u dat allemaal door. Het is nu voor 1 januari. Ja. We hebben nog even te gaan. Ja. Zo moeilijk is het toch niet? Oké. Okay. Nou, ik hoor het al, we krijgen niet zijn door. Zijn er suggesties of zijn er vragen in de zaal? Ja, zijn er suggesties of... Er staat daar een microfoon, links voor. Het is gebruikelijk dat u begint met uw naam, zodat we weten wie u bent. Alsjeblieft. Oh, komt eraan. Ja.
Ik ben Jane Lubbers, ervaringsdeskundige op de mantelzorgondersteuning. Ja. En ik ben hier voor de zoveelste keer hier in het café. En ik ben eigenlijk vanavond voor het eerst blij dat ik denk, er wordt ook iets over de zorg gezegd. En ik heb een vraag aan de mensen die daar zitten, van hoe hoog staat de prioriteit mantelzorgondersteuning op uw verkiezingsprogramma? Hoe hoog staat dat op uw verkiezingsprogramma mantelzorg? Laten we beginnen bij... Nou, we hebben geen volgorde bepaald, maar het wordt erin genoemd en het staat redelijk hoog. We hebben in het programma, in de programmacommissie erover gehad. We hebben er overigens ook in de gemeenteraad over gehad. Ook nog een motie aangenomen. Ik zou niet meer weten wat de inhoud precies was. Maar wel dat we dat hoog in het vaandel hebben. U wordt niet overgeslagen, hoor. Nee. Dat kan bijna niet zonder mantelzorg. Daar zal ik ook wel voor zorgen. Maar ik vraag me af, er wordt over gepraat. Ja, er wordt heel veel over gepraat. Maar kunt u dan ook een aantal speerpunten geven waarvan u zegt, ja, dat is nou iets waar we echt voor de mantelzorg willen doen? Speerpunten binnen de mantelzorg? Ja. Ten aanzien van de mantelzorgondersteuning. Zou ik tenslotte niet weten. Nou, D66 is er nog iets helemaal uitvraag. De even van GroenLinks. En van GroenLinks. Ja, het is een mantelzorg is natuurlijk een belangrijk issue. Maar als je dan specifiek vraagt naar de ondersteuning van mantelzorgers. We hebben dat in het verleden is er vanuit Hilversum ondersteuning geweest. Die is door het, volgens mij nog dit college, ongedaan gemaakt. Volgens mij waren er dingen als bijeenkomsten voor mantelzorgers. Maar feit blijft dat die ondersteuning er moet zijn. Zeker sowieso vanuit, het geest van, vanuit de geest van de WMO die er is. Okay. Waar ze een rol in spelen. Maar misschien kan mevrouw wat speerpunten binnen de mantelzorg noemen. Dan nemen we dat gewoon even mee. Hè? Ja, ik zou zeggen. Er staat een ervaringsdeskundige. Een van de speerpunten is dat er veel meer een bewustwording moet gedaan worden voor de mantelzorg. En daarom ben ik ook erg blij dat kort geleden in de krant stond een keurig stukje dat gemeente Hilversum die wil meer werken aan bewustwording binnen de mantelzorg. Want binnen de mantelzorg is nog heel veel mensen die zichzelf geen mantelzorger zeggen te zijn, maar als je dan naar de definitie kijkt van de mantelzorger, wat ook niet voor iedere burger bekend is, dan is dus een mantelzorger, ik zal het zeggen voor de zoveelste keer, een mantelzorger is iemand die zorgt voor iemand in een gezinssituatie of in een andere soort relatie, wat minimaal 8 uur per week extra is en minimaal 3 maanden of langer. Nee, maar die bewustwording, daar hebben we juist in de gemeenteraad over gehad. Daarvoor is die motie ook aangenomen. Het wat duidelijker te maken en die mensen een beetje boven tafel te krijgen. Ja. Maar ik dacht dat u een wat specifiekere term wilde hebben, een feitelijke term. Ja. Ik dacht, als ik bewustwording roep, dan zegt u, oh, dan heb je weer die algemeenheden van politici. Ja. Maar dat nou, is helemaal eens. U mag eens. Alles helemaal roepen eens. Wat in u opkomt. Ik ben er alleen maar blij mee, denk ik. Ja. Ja. Nou, ik denk dat er een huiswerkopdracht voor u ligt om alsnog in het verkiezingsprogramma op te nemen. Zodat mevrouw ook kan zien wat er van terecht komt. Dank u wel voor uw reactie. Ik zie op dit moment geen andere reacties. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw aanwezigheid. En u heel veel succes wensen in de komende verkiezingsstrijd. Dank u wel, we maken er wat van. Dank u. Als muzikale gasten hebben we vanavond Hilversumse band Dream Date in huis. En Dream Date is rock. En mocht u denken, goh, wat komt die zanger mij toch bekend voor? Dat klopt. Dames en heren, Dream Date. Sunny days
sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow are so pretty in the sky, and also on the faces of the people walking by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Babies cry, I watch them grow, they learn much more than I'll ever know, and I sing to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful. Dank jullie wel, Dream Date. Lekkere rock. Mocht u nou de opnames live volgen via internet en wilt u reageren, dat kan. Via Twitter, hashtag PC Hilversum. Aan tafel praten Boy en Willem verder over de verkiezingsissues met twee nieuwe gasten. Hans Hazelaar van de Partij van de Arbeid en Floris Voorink van de VVD. Heren. Welkom, heren. Dankjewel. Meneer Hazelaar, als eerste gefeliciteerd, want u bent weer lijsttrekker. Nou, hartstikke bedankt, heel lief. Voor de hoeveelste keer is dat? Dit wordt de derde keer. De derde keer? Ja, ja. Drie keer in scheepsrecht? Of? Ja, dat is mooi gesproken van u. Ja? Ja. Meent u dat echt? Ja, drie keer in scheepsrecht is mooi, hè. Dus daarna doet u het niet meer? Dat weet ik nog niet. Oh. Kan zomaar weer gebeuren. Ja, nee, u zei het is een mooie term. Okay, ja, dus, nee, maar goed, voor de verkiezingsuitslag wel, absoluut. Mm. Maar, u bent echt een stemmetrekker, hè? Toch? Ja. Nou, dat vind ik wel het grootste compliment wat ik vanavond heb mogen krijgen van u. Okay. Laten we het hopen. En kijk, ik zeg altijd maar, het is gewoon... in principe worden gekozen voor één keer in de vier jaar. En we kijken ook per vier jaar hoe het zit. Oké, okay. Nou, meneer Floring. Voring, ik zeg Floring. Voring, ja. Meneer Boy. 5 op de lijst, begreep ik. Prachtige plek. Prachtige plek. Verkiesbaar heet dat, hè? Dat, ook felicitaties waard. Ja, dank je. Nee, ik ben hartstikke blij mee. Ik begon 4 geleden op 8, dus we maken progressie. U bent met stip gestegen. Zo is het. U komt in de top 2000 straks. Ik mag het toch hopen, ja. Mag u met de bus mee? Zo naar het centrum, is het. Hè? Ja, maar daar gaan we het hopelijk nog wel even over hebben. Want dat is een hartstikke mooi succes voor Hilversum, dat we dat hebben geregeld. We gaan even hetzelfde doen als we de vorige keer begonnen. Dezelfde stellingen? Dus, niet dezelfde stellingen. Oh, jammer. Ik heb net uit de kop geleerd. Ja, die hebben we net helemaal... Ik heb net nog betere gevonden in bepaalde verkiezingsprogramma's. Meneer Hazelaar, ik blijf in Hilversum omdat... Ja, ik blijf in Hilversum omdat het gewoon een ontzettend leuke gemeente is om in te wonen. Ik bedoel, we hebben alles. We hebben een leuke, compacte binnenstad en we hebben gigantisch mooie natuur om ons heen. Dus ja, wat wil je nog meer? Okay. Vind je nergens in Nederland... Ik blijf in Hilversum, omdat... Nou, wat Hans zei, maar voor mij persoonlijk... Ik heb net de babykamer geschilderd. En dat wil ik niet nog een keer doen. Voorlopig blijf ik in Hilversum. Nee. U blijft hier vanwege de baby, hoor. En de kraamzorg is goed in Hilversum. Daarom? Dus, hoor. Maar dat moeten we nog meemaken, maar ik heb er alle vertrouwen in. Oké. Okay. Wie kiest voor ons? Partij kiest voor? Nou, kiest voor een gemeenteraad die goed op de centjes let. Die waakt op de veiligheid van Hilversum. En die de komende 4 jaar ook...
echt zijn best gaat doen om de economie in Hilversum uit het slop te trekken. Zo. Oké. En wie kiest voor uw partij, kiest voor? De mensen die op ons stemmen kunnen rekenen op een groen, duurzaam, sociaal en solidair Hilversum. Okay. Zo, dat heb je mooi geleerd. Dit is de derde keer. Dankjewel, Floris. Het is nu de derde keer lijsttrekker. Het eerste dat u nu wil veranderen in de komende 4 jaar is... Nou, het eerste wat ik nu wil veranderen, het eerste wat ik gewoon nu goed wil regelen... dat zijn de gigantische uitdagingen die op ons afkomen. Welke? Nou, en dat is al in het vorige gesprek genoemd. En dat is natuurlijk het grote item wat de komende 4 jaar gaat gebeuren. En dat is op het gebied van de zorg, op het gebied van de WMO, op het gebied van de jeugdzorg. Ja. Daar zitten gigantische uitdagingen aan te komen. Dus laten we dat eerst maar eens goed gaan regelen met elkaar in Hilversum. Oké. Okay. En dat, dat is echt een immense grote uitdaging. Dat is nog niet eerder in gemeenteland gebeurd, hoor. Oké. Okay. En wat wilt u gaan komen veranderen in de komende 4 jaar? Nou ja, ik denk dat Hans daar wel een groot punt heeft. We krijgen ongeveer een derde van ons budget er in 1 keer bij. En we kunnen het maar 1 keer goed neerzetten. Als we de komende 4 jaar het niet heel goed in de hand houden... Dan gaan er echt vreselijk veel dingen mis. Voorop staat dat iedereen die zorg nodig heeft... erop moet kunnen rekenen dat het op een goede manier geleverd wordt. En we krijgen toch per saldo een stuk minder centjes dan dat ze er in Den Haag destijds voor nodig hadden. En daar zullen we heel zuinig op moeten zijn om echt heel goed moeten kijken hoe we daarmee omgaan. Ja. Oké, nou dan wordt het tijd. Bruggetje is gemaakt. 4 wethouders is meer dan genoeg. De 5e kan weg, meneer Hazelager. Ja, dat is zo klaar als een klontje. Klaar als een klontje. Staat in ons verkiezingsprogramma dus. Het staat erin, hè? Ja, ik wist het. Ja, u had goed gezien. Concept was het nog, hè? Dus nee, het is goed gekeurd inmiddels. Het is goed gekeurd. Ja, ik kan er ook niks meer aan veranderen. Oh, oké, dus nee. Keihard. Nou, ja. U wil het tempo erin houden. Prima. Ja. Doen we het met 4. Ja. Zo. Dat gaat goed. Kijk. Nou, die kunnen wegstrepen. Nou, D66 vond het geen goed idee, maar VVD, PvdA wel. Dus die D66 doet niet meer mee in de coalitie. Nou, dat weet ik niet, maar meneer Smit die verklaarde ons net voor gek. Dus, nou ja, dat hij de mij voor gek verklaart, oké. Okay, maar de heer Voring, dat vond ik toch wel... Nee, maar D66 is nu groot verbruik. Die heeft net als wij 2 wethouders. Als zij er eentje minder doen, dan gaan we gewoon door. Ja, precies. VVD 2 en 1 PvdA en D66, lijkt me prima. U was er onderweg ook eentje kwijtgeraakt, maar oké. Hilversum. Maar die hebben we overigens voor 0,8 weer teruggedaan, hè? Ja, dat klopt. Dus toen zijn we meteen een beetje naar die 4 gegaan, hè, als PvdA. Dus okay, dat hebben we voorgesorteerd vast, hè? Oké. Maar dat had u wel in de gaten, toch? Ja, nee. Ik hou alles in de gaten. Ja, absoluut. Een andere stelling. Hilversum moet ondergaan in een grotere gemeente. Er moet een fusie met buurtgemeenten komen. Nou, moet. Maar ja, ik moet. Denk, u zegt moet. Ik denk dat het op termijn onvermijdelijk is dat we moeten gaan kijken naar buiten de Hilversumse grenzen. Ja, wij zijn daar op zich best voorstander van. Ja. Oké. Okay. Ja, Zalaar. Ja, willen wij aan de Hilversummers kunnen uitleggen dat ze echt democratie hebben in deze regio, dan zal deze regio samen moeten gaan. Want anders... dan kun je niet aan de Hilversummers verklaren dat je echt als een democratisch gekozen gemeenteraadslid hun goed vertegenwoordigt. Okay. Dat kan absoluut niet meer nu. Staat het ook in uw verkiezingsprogramma? Ja, staat absoluut in ons verkiezingsprogramma. Komt het ook in het verkiezingsprogramma van de VVD? Absoluut. Dus de Hilversummers, als ze voor uw partij kiezen, kiezen ze ervoor om straks te fuseren met een andere gemeente? Ja, omdat... Als jij tegen bent, moet je niet op jullie stemmen, dus... Nou ja, goed. Kijk, ik zal u heel eerlijk zeggen dat als diegenen die daartegen zijn... want nu is het een soort, geregeld als een soort ontzettend verkeerd georganiseerde Europese Unie... nou ja, ik bedoel, diegenen die daarvoor zijn, moeten dat vooral blijven. En nu zitten 9 wethouders, die zitten ergens in een schimmig kantoortje in Bussum... om ons beleid te bepalen. En dan moeten daar ergens 9 gemeenteraden over gaan beslissen wat dan niet meer kan. Omdat men het al besloten heeft. Nou, als u dat democratie noemt, ik vind het best. Maar dat is niet de democratie die wij... Nee, maar dat is niet de democratie die wij als PvdA voor ogen hebben. Maar... En dat is het democratische tekort wat op dit moment ontstaat in gemeenteland. En dat moet je gewoon tegengaan. Kijk, heel simpel. Op dit moment, we werken heel goed samen met een aantal buurgemeentes. Neem bijvoorbeeld het belangrijke onderwerp van die decentralisaties. Maar neem ook iets wat dichterbij is en wat zichtbaarder misschien op dit moment voor de meeste mensen. De brandweer, daar werken we enorm mee samen. Maar als je ziet hoe hard we eraan hebben moeten sleuren de afgelopen jaren... om bijvoorbeeld op een eerlijkere manier die brandweerkosten te doen. We betaalden in Hilversum veel te veel aan die brandweer. Nou, daar hebben we ontzettend aan getrokken. Daar verdient Pieter Broertjes ook een groot compliment... Maar het resultaat is wel dat we nu straks structureel 3 ton minder gaan betalen. Dat vinden ze in Bussum niet leuk, want die gaan 5 ton meer betalen. Maar dat geeft wel aan hoe die verhoudingen liggen. Ik denk dat het op termijn onvermijdelijk is
dat je dat gewoon gezamenlijk gaat doen. En dat betekent dat je ook op mensen moet kunnen stemmen die dat in zijn totaal kunnen aansturen. Dat kunnen we nu onvoldoende, helaas. Waarbij overigens dan, als je kijkt naar deze veiligheidsregio, opnieuw het voorbeeld geldt dat de wijze waarop het voor u gecontroleerd wordt door ons nu is dat wij op afstand 9 burgemeesters die ergens waarschijnlijk in een kazerne aan het vergaderen zijn, moeten gaan controleren. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Want hoe je het ook went of keert, die 9 burgemeesters die gaan echt niet altijd, en ik wil niet zeggen bewust, dat is helemaal niet de bedoeling, maar zo werkt dat natuurlijk. Okay. Die zeggen wel eens van sorry, we waren u vergeten. Ja, dat hoort natuurlijk op die manier niet. En iedereen die roept dat dat beter georganiseerd kan worden, die creëert een fata morgana, want zo werkt het absoluut niet. Okay. Betekent dat ook het einde van de naam Hilversum? Wordt het dan gehoorstopt? Nee, nou, dat weet ik allemaal niet. Weet je allemaal niet, hè? Nee, als ik dat heb, ik allemaal niet voor te zeggen. Nou ja, nee, maar dat is toch wel. Nee, maar het gaat om de discussie. Wij hebben deze discussie op deze manier ingestoken vanwege het democratisch tekort wat ontstaat. En dat is de kern van de zaak. En hoe het verder gaat heten, ik kijk wel uit met een naam. Want ik geloof dat meneer Broertjes ooit een keer in een onbewaakt ogenblik per ongeluk Gooistad heeft genoemd. Nou, toen moest hij ongeveer 6 keer een rondje om de fietsen storen van huis, omdat dat allemaal niet mocht en zo. Nee. Dus ja, daar moet je een beetje mee opletten. Nou, maar het blijft gewoon Hilversum heten. Ja. Loosdrecht heet ook nog steeds Loosdrecht. Gemeente Weidemeren. Het blijft Hilversum. Zelfs in Friesland heten ze nog Leeuwarden Sneek. We gaan even door. Snits, weet ik niet precies, maar... Nou, dan gaan we de volgende stelling doen. Ja, leuk. Heel goed dat je mee bent. Gezellige avond. Het aantal ambtenaren, Hans, meneer Hazelager, het aantal ambtenaren in Hilversum mag niet verder dalen. Nou ja, voor ons mogen altijd de ambtenaren dalen. Alleen we hebben de afgelopen vier jaar opnieuw een hele grote reorganisatie gedaan. Dus ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik me afvraag of wij hier met droge ogen kunnen zeggen dat er nog meer af kunnen. Ik bedoel, wij hebben een gigantische operatie gedaan. Is ook gelukt. Ja. Mijn complimenten daar ook voor. We hebben daar ook heel veel geld door bespaard de afgelopen 4 jaar. Het scheelt wel, hè? Het scheelt enorm veel geld. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar. Ik heb gelezen 20 banen, 1 miljoen. Ongeveer. Ja, nou ja. En als u dan ziet de financiële positie die Hilversum momenteel heeft... Ja. En ik bedoel, laat ik dan 1 keer misbruik maken van het feit dat ik er toevallig al een aantal jaartjes in zit. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat we er financieel zo goed voor stonden. Het is ook heel lang geleden dat de VVD in de coalitie had gezeten. Ja, nou ja, de Partij van Arbeid zit er dan... maar ik moet heel eerlijk zeggen, de afgelopen 4 jaar zijn de financiën er aanmerkelijk op vooruit gegaan. En de komende 2 jaar hebben we geld over. Dus diegenen die in maart gezellig gaan onderhandelen, die hebben al de comfortabele positie dat de eerste 2 jaar al financieel... overschot is op de begroting. Okay. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt, hoor. Nou, meneer Voring gaat mee onderhandelen natuurlijk. Ik zie nu al. Nou, ja, de heer Voring is van harte welkom. Ah. Nou ja, laat ik vooropstellen dat we in deze coalitie heel goed hebben samengewerkt. Dus, en dat merk je ook wel. Ja. En je ziet ook, Hans, die benoemt inderdaad, dat is geen sinecure geweest. We hebben 13 miljoen ruim bezuinigd structureel. En dat is echt heel erg veel geld. Terug te komen op je vraag over die ambtenaren. Ik denk dat Lonjore daar fantastisch werk heeft verricht om op een hele goede manier te kijken of we met minder mensen meer en beter kunnen werken. Maar als je me heel eerlijk vraagt, we krijgen natuurlijk enorm veel taken erbij. Dus het zou mij niks verbazen als er 1 of 2 ambtenaren bij moeten komen. Oh, okay. Dat werk moet dus ook gedaan. Dat zouden ze nog bij moeten komen. Ja. Nou, als ik u zo hoor, maakt het eigenlijk niet uit voor mij op welke partij ik ga stemmen. Dus jullie zijn het zo met elkaar eens. Nou, er zitten nog wel gelukkig meer dan genoeg verschillen. Nou ja, misschien komen we daar nog. Maar wou u gewoon eerst even over de successen van de afgelopen 4 jaar vertellen? En daarna kunt u ook... Ik wil u ook nog wel even vertellen welke goede speerpunten er allemaal in ons programma staan. Ja, ik heb een hele bijzondere stelling. Goede woningbouw. Ik heb een hele bijzondere stelling. Die heb ik ook uit het verkiezingsprogramma. Oh, oké. Alle kinderen moeten leren zwemmen. Ja. 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 Het lijkt me heel verstandig. Maar als uw volgende vraag is, en dat moet de gemeente allemaal gaan regelen, ik denk dat alle ouders vooral zelf moeten zorgen dat hun kind leert zwemmen. Ja. Dat lijkt me eigenlijk heel belangrijk, ja. Ja, maar alle kinderen moeten ook luisteren naar hun ouders. Alle kinderen moeten ook naar de school. Ja? Alle kinderen moeten leren zwemmen. Als ik dat zie in het programma, denk ik van nou, dan komt er achteraan te staan. Dus het schoolzwemmen wordt weer ingevoerd en wordt weer betaald door de gemeente. Nou, is dat de enige manier waarop je kunt leren zwemmen? Nee, zeg je niet. Maar als je het in je programma zet, dan denk ik dat je er wat mee wil. Als ik zo elke zondag aan het zwembad sta, heb ik wel het idee dat heel veel Hilversumse ouders toch wel de verantwoordelijk nemen om hun kind te leren zwemmen, hoor. Ja. Dat lijkt mij ook. Ja, dat gaat heel goed. Oké. Maar het komt niet uit uw programma, deze stelling.
ik vind in ieder geval, en dat meen ik echt serieus... Het is een concept, hoor. Ja, nee, dat weet ik dat het concept is. Maar ik vind in ieder geval dat daar waar er een lacune is en waar het niet lukt, we wel alle ouders moeten zover moeten krijgen om te leren zwemmen. In welke vorm we dat dan ook doen. Hè? Okay. Het hoeft niet per se te zijn dat wij, zoals ik gewend was, met z'n allen naar de Kapelstraat gingen en onder een ijzeren discipline en een ijzeren haak met de schooljuf de A-diploma halen. Maar ik vind wel dat we in deze waterrijke omgeving het moeten leren. Okay. Ja, dat ken ik nog. Ja, ja. We gaan naar kunst en cultuur en dat soort zaken. Theater achterom moet in de Citybioscoop, meneer Vorink. Nou, ik denk wel dat we goed moeten gaan kijken naar Theater achterom waar het moet. Ze gaan nu fuseren met deze prachtige Vorstin. We moeten eerst maar eens kijken hoe dat uitpakt. Of in hoeverre dat samen past. En als blijkt, wat ik hoop, dat dat Theater achterom enorm groei gaat doormaken en veel mensen weten boeien en we moeten op zoek naar een goede plek voor Theater achterom. Ja, de Citybioscoop staat leeg, ja. Okay. En het is in het centrum van Hilversum. Nou ja, kijk, dat je je culturele instellingen niet ergens in een hutje op de hei stopt, daar zijn we denk ik wel over eens, ja. Dus geen gek idee? Nou ja, voorlopig is de Citybioscoop niet van ons, maar van meneer Punt. Oké. Okay. Dus wij gaan er niet over, maar het is een interessante gedachte. Het is een interessante gedachte, hoor ik. Ja, wij zijn er wel heel erg voor. En dat heeft ook wel een aantal redenen. Kijk, wij willen heel graag dat kleinschalige theater weer terug naar het centrum. Wij zien dat met de Vorstin, met het museum, maar ook juist met het filmtheater, wat een geweldig succes is, dat juist die hoek, het zou toch geweldig zijn als we daar een kleinschalig theater zouden zien. We hebben de discussie, heb ik aangehoord, over theater achterom. En ik heb ook alle... Ja, toch wel voor's en tegen's aangehoord. En ik begreep ook wel waarom men toch wel vrij, moet ik zeggen, emotioneel reageerde op het feit dat er op tegen theater altijd een beetje, dat het weg moest. Wij vinden niet dat het weg moet. Wij zien ook wel dat er wat dingen moeten veranderen. Het is me ook verteld door de deskundigen. En het zou toch geweldig zijn als we juist in het centrum dat kleinschalige theater zouden kunnen bewerkstelligen. Dat zou volgens ons echt een impuls voor de cultuur zijn. En wij hebben juist gedacht dat bijvoorbeeld in samenwerking met het filmtheater, wat heeft laten zien hoe succesvol men kan opereren, dachten we van, misschien is dat een goed idee. Oké. Er staat overigens tegenover dat als men een nog beter idee heeft in het centrum, oké. Ik hoor je allebei zeggen, in principe een prima idee. Nou ja, kijk, er hangt wel natuurlijk een prijskaartje aan. En meneer Punt zal het niet gratis cadeau doen. Nee. Meneer Punt is de eigenaar van de bioscoop. En feit is dat ook in het centrum veel leegstand is, ook in panden die wel van de gemeente zijn. Maar we zijn als er een goed ondernemersplan is waar een goed verhaal bij zit, ja, natuurlijk ga je daarover nadenken. Je bent gek als je het niet doet. Gezien de tijd, we hadden het even over geld. En de laatste stelling is, de schuldenlast van Hilversum, geloof ik iets van 160 miljoen, moet in de komende 4 jaar verder omlaag. Ja, punt. Ja. Oké. Ja, maar er wordt niet voor bezuinigd. Oh. Kijk, dat is een heel ander verhaal. Oh. Kan dat zonder bezuinigen? Ja, dat kan best. Nou ja, dat hebben we deze 4 ook laten zien. Wij gaan niet... Er wordt nu structureel bezuinigd. En aan de andere kant wordt er vanaf de komende jaren ook structureel afgelost op de schuld. Dus ja, het kan allebei. Het kan allebei. Wij gaan niet extra bezuinigen om de schuldenlast naar beneden te halen. Dat vinden wij niet nodig. Nou, uiteindelijk moet die schuldenlast wel omlaag. Dus u zou wel bereid zijn om extra te bezuinigen? Nou, ik wilde wel eens even... u vroeg net waar verschillen jullie van mee. Ja, daar gaan wij... Hebben we hem ook even dat vindt u jammer, hè? Dat aan het eind nu in één keer... Dus net in de laatste zin. Helemaal niet jammer. Er zit duidelijk een verschil in. Er zit wel verschil in. Ja, dat weet ik. Dat zat al 4 jaar geleden ook, hoor. Maar we moeten ons goed realiseren. De rente staat nu extreem laag. Als de rente 1-2% stijgt, wat best zou kunnen gebeuren de komende jaren... Dat betekent dat Hilversum enorm veel meer moet gaan betalen om de rente op die schuld. Dus het is voor de lange termijn moet daar echt wat aan gebeuren. Oké. Nou, dan hebben we even de stelling afgerond. Zijn er nog vragen uit de zaal op deze stelling? Ik zie er iemand naar een microfoon willen komen. Nou, die kennen we helemaal niet, minister. Wie is dat nou? Ach. Bianca. Wilt u zich even voorstellen, mevrouw? Wat een mooie trui. Hallo. Bianca Verwij van de SP Hilversum. Ik heb een laatste stelling eigenlijk voor beide politici en de burgemeester in het bijzonder. Eigenlijk ga ik hem een vraag stellen. En dat is namelijk, de markt heeft dringend een wc nodig. En ik weet dat mijn collega van de PvdA daarmee eens is. Dus ik ga een klein stukje citeren uit de notulen van 2007. Waarin meneer Hazelager vraagt, kan er nou niet een mobiele toilet komen? En het antwoord van de PvdA-wethouder was...
De heer Rensen deelt mede dat voor een bedrag van 13.000 euro een mobiele toiletwagen voor de markt zal worden kunnen aangeschaft. De kosten en het beheer hiervan en het onderhoud zijn jaarlijks 5.000 euro. Een bedrag hiervoor is niet in de begroting opgenomen, maar gezien de wens van de PvdA-fractie zegt hij toe een toiletwagen aan te schaffen. Maar dat is 5 jaar geleden. Wilt u voor de marktkooplui, voor de mensen van het platform Chronisch Zieken en Gehandicapt, uw handtekening op deze wc-pot zetten, zodat wij binnen korte termijn een mobiele toiletwagen kunnen realiseren? Het geld staat al in de begroting van 2008. En wilt u dan ook zorgen dat er een gehandicapte toilet komt? Heb je weer een stift bij je? Ja, mijn collega. Oh, oké. Okay. Ja. Ze hebben overal gereden. Dezelfde vraag geldt voor de burgemeester. Oké. Okay. Nou, ik wil je in ieder geval vast bedanken voor het feit dat je me ontzettend helpt in het herinneren van toezeggingen die ook bij mij niet worden nagekomen. Wat een schande eigenlijk, hè? Ja, ik heb altijd geleerd dat je de markt aan de markt moet overlaten. Nou, even handen maar wassen. Dit gaat ook over een gehandicapte toilet. En volgens mij moet je daar als politiek natuurlijk je verantwoordelijkheid nemen. Dus natuurlijk teken ik ervoor, Bianca. En om meneer Voorink dan tegemoet te komen, er is een prachtig initiatief. Dat heet To The Loo. Dat is een commercieel initiatief. Dus wellicht kunnen we zelf iets realiseren voor gehandicapten. En ook zaken doen met een dergelijk bedrijf. We gaan dat coöperatief regelen. Deze pot zal morgen overhandigd worden aan het platform Chronisch Zieken en Gehandicapten. En dan aan het college. Maar ik had verwacht dat je morgenavond een vraag zou gaan stellen. Nee hoor. Oké. Dus die moeten we nog samen even gaan bedenken. De toezegging staat al. Oké. Ja. Je broertje tekent ook vast. Ja. Geweldig. Nou, ik dank de SP even voor dit. En ik wil de heren aan tafel bedanken voor de discussie. Ik vond het ontzettend leuk. Dank u wel. Heel veel succes in de verkiezingen. Dank u wel. Jezus, wat een herrielijk. Verschrikkelijk gewoon. Het gaat me door, hè? Er komt gewoon geen eind aan. Ik kan het zo langzamerhand niet meer aanhoren, man. Nou, zo slecht is die band nou ook weer niet, hoop ik. Ik bedoel die herrie bij Hartford Hilversum. Ja, is die dan nog niet voorbij? Volgens mij niet, en ik snap er ook helemaal geen bal meer van. Ja, ik weet wel dat deze week is alles eigenlijk een beetje duidelijker geworden, want ik lees hier in de dichtbij dat volgens Karin Walters van Hart voor Hilversum de kapvergunning in Hilversum de komende jaren 2,5 keer zo duur wordt. En hij is al niet goedkoop. Oh. Daarom moest nu al meteen de bijl in Frans verlost natuurlijk. Ja, ik denk het. En Roos is ook op tijd weggesnoeid. Misschien kan Leonie er ook maar beter meteen mee kappen. Voor ze nog een keer een dolk in de rug krijgt. Ja, het blijft een gezellige boel daar. En als het zo doorgaat, haalt niemand de verkiezingen. Maar gelukkig zit Meindert Ruitenberg er nog. Ruitenberg? Ik wist niet dat jij daar een fan van was. Ja, nou ja. Hij heeft in ieder geval veel ervaring met mensen naar hun laatste rustplaats brengen. Ja. Nou ja, rusten. Het wordt straks natuurlijk wel een nek-aan-nek race met Leefbaar Hilversum, hè? Ja, het is de vraag wie zich het eerste opblaast, volgens mij. Ja, precies. Maar gelukkig is er ook nog wel wat leuks te melden in Hilversum. Ja, nou Jos, maak me gek. Als het aan Anja Wijnands van het CDA ligt, komt straks de Tour de France door Hilversum. Ja, gadverdamme, de Tour de France. Een rondje spuiten en slikken. Precies, ja. We moeten en zullen een wereldstad worden. Hè? Ja, dan gaat die Anja van jou zeker voorop rijden met die bakfiets van het CDA. Hè? Hier nog wat wereldnieuws uit Hilversum. Leerlingen, kindercampus, poepen voor serious request. Zeg, wat is het nou allemaal vanavond, man? Wat moet dat nou opleveren? Nou, ik denk dat ze die poep straks nog gaan veilen als originele koude kak. Lekker, hoor. Gaat weer prima hier in Hilversum. Nou, het gaat echt nog niet zo slecht, hoor. Vorige week kreeg ik nog een cadeautje van de gemeente. Oh, zo. Gaan ze vlak voor de verkiezing nog even voor Sinterklaas spelen? Ja. Ja. Ik kreeg zomaar een zak strooizout. Een zak strooizout? Nou, dan woon je zeker in zo'n arme postcodewijk. Hoezo? Hoezo? Nou ja, er wordt beduidend minder gestrooid, wordt gezegd, dan in rijke wijken. Hè? Ja, dat is ook logisch. Hè? Kijk, in die rijke wijken, daar wonen allemaal bestuurders en wethouders en zo. En die maken altijd veel meer uitglijers. Ja, dat is leuk. Maar niet alle cadeautjes van de gemeente gaan door, hè?
Heb jij ooit nog wel eens wat gehoord van die gratis wifi in het centrum bijvoorbeeld? Hebben ze ooit beloofd? Ja? Ja, wat nou? Wat zit je mij nou te sussen? Stil nou. Het schijnt dat de gemeente nog steeds onvoldoende capaciteit heeft kunnen vrijmaken om straks alles en iedereen te kunnen afluisteren. Afluisteren? Afluisteren? In Hilversum, wat willen ze dan in godsnaam horen? Het schijnt dat de gemeente Hilversum erg slecht scoort op gegevensbeheer. Gegevensbeheer? Gegevensbeheer van de inwoners. En met die gratis wifi hopen ze hun gegevens weer een beetje up-to-date te krijgen. Nee, ik wil dit geloof ik niet eens weten. Nou, straks weten ze wel alles van jou toevallig, hoor. Wat dan zoal? Dat je stiekem staat bij te klussen als zanger in een band, terwijl je eigenlijk hier hoort te zitten. Ja, dat ga jij toch niet verklappen van Linken, of wel? Nee, joh, ben je gek? Ik doe gewoon lekker met je mee. Hey, oké. Okay. Proost. Proost. Hoorde en zag zojuist Jos Jegers en u herkende hem al, Lex Bogert. Aan tafel bij Boy en Willem zit onze burgemeester Pieter Broertjes. Heren, ik neem aan dat jullie even met hem terug gaan kijken naar het afgelopen jaar. Ja, dankjewel Sylvia. Meneer Broertjes, hartelijk welkom. We zitten alweer bijna aan het einde van het jaar. Hoe kijkt u terug op het jaar? Positief. Positief? Ja. Oké, nou dat is mooi, dan zijn we klaar. Ja, maar ik wou toch nog even iets met u doornemen, want van de week las ik weer het nodige in de krant over discriminatie in Hilversum. Dat schijnt op dit moment nogal een issue te zijn. Ja, in de Gooi-Neemlanden zeker. In de Gooi-Neemlanden. Maar of het in de werkelijkheid ook zo is, daar moesten we toch ook eerst wat bewijzen voor moeten hebben. Ja. Het afgelopen jaar is er geen één aangifte gedaan tot nu toe. Bij de politie, dus dan is het lastig natuurlijk daarop te acteren als je niet zeker weet dat er bewijzen zijn. Dat, kijk, je kan de horeca wel betichten van discriminatie, maar je moet het wel aantonen. Ja. En zover ben ik nog niet. Zover bent u nog niet. En als het wel aantoonbaar is, en er zou inderdaad sprake zijn van discriminatie, dan ga ik er heel hard in. Ja, want ik hoor allerlei partijen ook roepen dat ze nu maar allerlei mystery guests willen gaan sturen naar de horeca. Ja. Om te kijken of er gediscrimineerd wordt of niet. Wat vindt u van dat plan? Nou, dat vind ik prima. Dat doe ik zelf met enige regelmaat. Ja, maar u komt overal wel binnen, denk ik. Bent u wel eens geweigerd ergens in Hilversum? Nee, nog niet. Nog niet, nou. Nee. Maar, bent u niet helemaal de graad mee, geloof ik. Het leuke is dat de politie dit ook al doet. Zo ja. Van 3-4 keer per jaar. En daar komt van alles uit. Dat soms aan jongeren drank wordt geschonken wat niet mag. Maar daar komt niet uit dat er gediscrimineerd wordt. Dus we moeten echt de feiten op een rij zien te krijgen. Voordat we nou allemaal elkaar napraten en zeggen dat het toch een schande is dat er in Hilversum gediscrimineerd wordt. Wat wel weer vervelend is, want we hadden eigenlijk een heel goed jaar als het gaat om veilig uitgaan en de incidenten in de binnenstad. En nu is het weer aan het kantelen. En daar zijn we dan weer een jaar mee bezig om dat weg te poetsen. Ja. Wat dat betreft is het wel een eenzaam vak. Een eenzaam vak? Wat bedoelt u met eenzaam? Nou ja, dat je elke keer weer opnieuw moet beginnen met... Terwijl ik heb het idee dat we echt die veiligheid in de binnenstad, dat blijkt ook uit cijfers, dat we die veel beter onder controle hebben dan 2 jaar geleden. Toen ik 2,5 jaar geleden toen ik hier kwam. Dat er veel beter gepresteerd wordt. Camera's helpen daarbij, politieaanwezigheid helpt daarbij. En uit enquêtes blijkt ook dat mensen zich weer veiliger voelen. Maar dan door zo'n opeenstapeling van publicaties, van explosie van geweld dit weekend, er waren 3 mensen bij betrokken. Ja. Ik heb ze nagelezen, de rapporten van de politie. Er waren 3 mensen bij betrokken, die zijn alle 3 aangehouden, die zijn alle 3 verhoord. En ja, dat gebeurt overal in Nederland. Maar als het in Hilversum gebeurt, dan lijkt het wel alsof iedereen helemaal matte klap wordt. En zegt van, dat kan niet, dat mag niet. Nou, dan moet je in Blaricum gaan wonen. Of, ja, dan gebeurt het ook trouwens. Ja. Dus het heeft niet geen zin. Nee. Maar ik vind dat we er soms wel erg overdreven over doen. Hè? Wordt opgeblazen. Ja, vind ik wel. Ja. Vind ik jammer. Hoe komt dat? Ik weet het niet. Ik ben hier ook maar een zij-instromer. En ik merk gewoon dat die veiligheid, dat is een enorm issue. En ik krijg nu ook mensen die zeggen, ja, maar die discriminatie was al 20 jaar geleden. Ja. Nou ja, had er dan 20 jaar geleden wat aan gedaan. Ja. We lopen tegen de kerst. Het jaar 2013 is bijna afgelopen. Het is de tijd van het jaaroverzicht. Ik wil zo meteen met u een paar hoogtepunten doornemen van het afgelopen jaar. Persoonlijke hoogtepunten, gemeentehoogtepunten. Maar laten we beginnen met een voorafje, de dieptepunten. Ik vond het overlijden van een gemeenteraad, Gerrit van der Waals, vond ik een dieptepunt. Dat heeft me zeer aangegrepen en dat had ik natuurlijk zelf nog nooit meegemaakt. En dat vond ik zwaar. En dat heeft eigenlijk niet zoveel aandacht gekregen. Dat was zo een feit en het was ook weer zo voorbij. Maar dat heeft toch impact gehad op mij. Ja. Dus dat vond ik erg om mee te maken.
Je bent toch voorzitter van zo'n gehele raad. En als er iemand plotseling wegvalt, want dat was het echt, dan, dan vond ik dat voor mij een dieptepunt. En verder heb ik er niet zo... Misschien moet u me helpen, want ik heb alleen maar goede herinneringen eigenlijk aan het afgelopen jaar. Oké, nou dan gaan we toch naar de hoogtepunten, want u heeft goede herinneringen. Wat waren dan de hoogtepunten voor u? Het klinkt een beetje braaf en saai, maar het inderdaad verder op de rails krijgen van het regionaliseren van de brandweer, waar we niet zoveel aandacht aan besteden, maar wat wel heel belangrijk is... Wat vandaag ook genoemd werd. Waar de heer Vorink ook al van zei, dat toch een... Nou, dat zag er een jaar geleden heel erg slecht uit. En dat is gewoon goed gekomen. En dat is ook een kwestie van frappé toujours en er heel consequent mee bezig zijn. Nou, als voorzitter van de veiligheidsregio kan ik dat. Kan ik me ermee bemoeien. En dit is nou echt zo'n dossier wat ik zelf kan beheren. Daar ben ik tevreden over. En dat is echt plezierig om te zien dat je, als je een tijdje burgemeester bent en je leert het vak, dat je dan ook resultaten kan boeken. En een verschil kan maken dan als je je er niet mee bemoeit. Ja. Nog andere hoogtepunten? Ik hoop dat het de jaarwisseling straks weer een hoogtepunt wordt. Ik vind dat de voorbereidingen daarvoor... Ligt het vuurwerk alweer klaar van u? Ons vuurwerk wel, ja, zeker. Ja. Maar ik wou zeggen dat het een van de vernieuwingen en innovaties is weer... dat we het Mediapark, mede ook door de VVD aangeblazen... dat het Mediapark nu echt betrokken wordt bij het centrum. Hè. Er komen in een week tijd 30.000 mensen naar Hilversum... En ik hoorde horeca nog wel eens klagen van het gaat om zo slecht. Maar haal nou die een deel van, als we daar nou maar 3000 van naar de binnenstad halen. Ja. Die daar een menu top 2000 verorberen. Dan zijn we geweldig goed bezig. Als dat nou eens gaat lukken, dan kunnen we eindelijk eens een bodempje leggen tussen dat Mediapark. En dat lukt. Dat is, dat lukt eindeloos, maar niet. Maar ook omdat we het niet zo goed proberen eigenlijk. En ik denk dat we het nu echt gaan proberen. Nou, we zijn als ik een goed voornemen ga vragen, wat voor kant gaat dat dan op? We zijn bijna aan de champagne toe. Ja, champagne staat al klaar. Dus nou wacht even, een goed voornemen? Voor 2014, ik kan niet wachten op de verkiezingen. Het lijkt me heel spannend. Het leuke is dan dat ik de zittende partij ben en dat de wethouders zich bij mij komen melden. Nu moest ik me bij de wethouders melden. Ja. 2,5 jaar geleden, dat vind ik erg leuk. U krijgt niet veel meer dezelfde wethouders meer terug als ik zo de lijsten bekijk. Ik zie meneer Rensen staat ergens onderaan, die gaat waarschijnlijk niet terugkomen. Ron Jor gaat niet meer terugkomen, geloof ik. Ja, maar je hoeft niet op de lijst te staan om wethouder te worden, hè? Nee, dat klopt. Maar de kans is niet erg groot dat ze dan nog wethouder worden, denk ik. Maar en meneer Bal gaat sowieso weg, heb ik begrepen. Ja. Die stelt zich niet meer verkiesbaar. Dus dan hebben we eigenlijk meneer Van der Wand nog over. En meneer Mooijen komt ook sowieso niet terug. Want die heeft u zegt het, ik weet het niet. Ik ga er niet over. Meneer Mooijen heeft gezegd dat hij maar 8 maanden zou blijven. En dat hij zelfs het is altijd goed, goed om weer met fris bloed de stad te besturen. Dus, waarom moeten wij als Hilversum gaan kiezen? Waarom we moeten gaan kiezen? Waarom? Omdat politiek is een kwestie van... Politiek is kiezen, is keuzes maken. Dus u roept iedereen op om te stemmen? Zeker, natuurlijk. Ja. En wat verwacht u als opkomstpercentage? Want dat was de vorige keer niet zo hoog, hè? Weet u hoe dat was de vorige keer? Nou, 70%. 70? Nee. 52% geloof ik. Nou, dat kan hoger. Dat kan dat beter. Kan hoger, dat kan dus beter. Daar gaat u voor zorgen? Nou, dat hangt van de campagne af. En als het een beetje vrolijk wordt en dat mensen ook echt het gevoel hebben dat ze kunnen kiezen voor een partij of tegen een partij. Dan moet dat beter kunnen, zeker. Oké. Nou, ik denk dat we dan aan de afsluiting gaan komen. Dan willen wij zo met u een toast uitbrengen op het nieuwe jaar. Staan de glazen klaar? Ja? Ach, ze komen eraan. Dan wil ik ook onze gasten die hier vandaag even aanwezig waren, onze 4 gasten, ook even hier uitnodigen. Floris, Hubert, Barend. En hier was Jan ook weer. Maastricht. Kijk. Hubert. Kijk. Alstublieft. Dank je. Is het kindershampoo? Champagne? Ja, het is echt kindershampoo. Meer geld hebben we natuurlijk niet. Mag dat wel van de burgemeester? Ja, dat mag. Ja. Iedereen is toch met de fiets, hè, vandaag? Toch, Zeker. Ik wil wel proosten. Dan even een glaasje doorgeven. Ja. Heeft iedereen? Sylvia? Oh, jij hoeft niet. Haar komt er even bij staan. Ja, zij wil wel. Kijk, daardoor. Nou, dan zou ik zeggen... Allemaal proost en de beste wensen. Op het nieuwe jaar. Prettige feestdagen, kerstdagen. Bij, beste wensen voor 2014. Ja? Oké. We zijn alweer aan het einde gekomen van de 3e aflevering van Politiek Café Hilversum. We bedanken alle gasten en aanwezigen voor hun inbreng. En we zien u graag volgend jaar terug. En zoals Boy net al zei, prachtige feestdagen, goede jaarwisseling en tot volgend jaar. APPLAUS
How dare